arriveert de Valk Zwaard. Op naar onze Young Professional van het jaar. Leuk. Nou, breng ons naar het kantoor. Een hele goede morgen. Hallo Jeroen. We komen jou vandaag verrassen. Kom er eens even bij. Komen jou vandaag verrassen. Ja. Omdat jij door jouw enthousiasme en betrokkenheid als ambassadeur van Young Professionals. Ja, ja. En 15 december door het bestuur benoemd wordt tot Young Professional van het jaar. Van harte gefeliciteerd. Dan gaan we even samen een paar flesjes openen, lijkt me zo. Lekker. Zijn ze koud? Ja. Zijn ze koud? Ja, natuurlijk. Dankjewel, hè. Jij bent natuurlijk al ongeveer 10 jaar betrokken bij WTCE en ook met de opzet van Young Professionals was je een van de initiatiefnemers. Mm-hmm. Door de jaren heen hebben we jou leren kennen zoals je net wel zag als echte Brabantse Bourgondische ondernemer die altijd wel in is voor een hapje en een drankje. Ja, ja. Ja, sinds een jaar ben je natuurlijk ook de uitdaging aangegaan om zelf als ondernemer aan de slag te gaan. En dat is natuurlijk een hele mooie stap als je kijkt hier naar het hele team dat aanwezig is. Dus ja, gezien jouw ambassadeurschap en jouw ondernemerschap benoemt het bestuur jou 15 december tot Young Professional van het jaar. Okay. Dus ik zou zeggen van harte gefeliciteerd. Dank en op nog vele mooie jaren samenwerking. Dankjewel. Proost. 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 Verrast, hartstikke leuk. Er komt een heel team het kantoor binnenstormen. Dit had ik echt niet verwacht. Ik ben vorig jaar in het ondernemersavontuur gestapt. We zijn flink groeiende als leasemaatschappij, als Vision Carly's zijnde. Dus heel erg blij met deze stap. En dit is natuurlijk de kroning van de keuze die ik vorig jaar gemaakt heb. Ik denk dat een goed zakelijk netwerk een heel belangrijk onderdeel is van zakelijk succes. En daarnaast kom je afspraken na. Dus wat je belooft, doe dat goed en doe meer dan mensen verwachten. En dan gaat het vanzelf. En maak geld niet leidend, maar zorg dat je op een leuke manier met klanten om kan gaan. En dat je op een leuke manier je boterham kunt verdienen. Zorg dat je eigen klanten je ambassadeurs worden, dan heb je het goed voor elkaar. Goedenavond Jeroen, je bent inmiddels 10 jaar bij de WTCE en 5 jaar bij de Business Club. Dus ja, na 5 jaar is het tijd voor een nieuw jubileum, een nieuw feestje. Young Professional van het jaar, gefeliciteerd daarmee. Daar zijn we ook vanuit Valk Zwaard enorm trots op. Vision Carly's bij ons in de gemeente. En Young Professional, nou blijf je jong niet altijd, kan ik je uit ervaring mededelen, maar wel professional. En dat is ook zoals jij onderneemt hier in Valk Zwaard. Daar zijn we ook enorm trots op. En niet alleen in Valk Zwaard, maar ook in de regio. Dat past ons ook als Valk Zwaard, hoe wij in de regio staan met de kwaliteit van leven op het gebied van wonen, werken en recreëren. En de manier waarop jij je bedrijf leiding geeft, past daar ook heel erg mooi bij. Je bent een gedreven ondernemer met passie voor je zaak, hart voor de klant en ook een heel erg nadrukkelijk oog voor de regio. Dus heel erg wel verdiend die titel Young Professional. Ga zo door, we hopen nog heel veel jaren van jou te genieten. En ook als voorbeeld voor een heleboel andere ondernemers in de regio. Proficiat.